Het ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie is vanmorgen van start gegaan met de tweedaagse workshop Flood Risk Management. Het doel is om de resultaten te bespreken van de studie met betrekking tot beheersing van de waterhuishouding in Paramaribo en omgeving. Deze tweedaagse workshop is ook ter afronding van het voortraject van de Wereldbank voor het identificeren van projecten voor financiering. Volgens de directeur civiel technische werken van OWTNC, Santosh Soman, zijn er gesprekken gevoerd met de Wereldbank en het ministerie van Financiën om de infrastructuur te financieren. Die gesprekken waren positief en partijen zijn overeengekomen om het traject te financieren. Soman zegt dat de workshop is georganiseerd na gedegen analyses van het waterhuishoudingsprobleem in Paramaribo. In het portfolio van de Wereldbank is financiering mogelijk voor de rampenbeheersing en voorkoming van rampen. Een quick scan van onder andere Paramaribo en omgeving geeft aan dat er twee bedrijven zijn welke in extreme situaties voor de ramp kunnen zorgen dragen. De eerste categorie betreft wateroverlast bij al dan niet extreme regenval. Met behulp van moderne software tools is de simulatie gemaakt voor het functioneren van waterbeheersingsinfrastructuur van Paramaribo en omgeving. De resultaten van deze analyse worden in de workshop verder behandeld, waarbij u als participant uw bijdrage kunt leveren voor het aanscherpen van de conclusies en aanbevelingen. Velen van u zijn in de voorfase gehoord en geïnterviewd, waarbij de informatie verwerkt is in het model. Het doel van deze sessie is om alle stakeholders bewust te maken van de risico's als gevolg van hevige neerslag en dat u deze informatie gebruikt bij uw dagelijkse werkzaamheden. Dat was Santosh Soman, directeur civiel technische werken van OWTNC. Hij sprak vanmorgen tijdens de opening van de tweedaagse workshop Flood Risk Management in Torarica. Tijdens deze workshop zullen de resultaten worden besproken van de studie met betrekking tot beheersing van de waterhuishouding in Paramaribo.